Het is een heel raar idee. Volgens Schopenhauer zijn wij niet het brein, zoals we vandaag zouden zeggen. Zijn wij niet materie of zijn wij niet een maakbaar, kneedbaar individu? Nee, wij zijn de wil. Nou, dat is een hele vreemde gedachte. Daar heeft hij ook hele dikke boeken voor nodig om dat uit te leggen. En ik probeer dat in mijn werk ook inzichtelijk te maken. Wat bedoel je daarmee? Maar heel kort door de bocht. De, de wil is eigenlijk een, een drang tot manifestatie, een, een drang tot man materiële manifestatie, zoals ik het noem. Een blinge, blinde, irrationele kracht die overal in het universum werkzaam is. Dat is de basis van alles, van het leven, het niet leven, maar inclusief onszelf. Um, ja, dat is, dat is, nogmaals, dat is een erg vreemde gedachte. Ja, maar wat ik moeilijk moet, om iets bij voor te stellen ja, in eerste instantie ja, ja, al. Absoluut, ja, ja. 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 En wat ik dus ook in mijn boek probeer te doen, is mensen ja, mee te nemen in dat gedachte. En ik doe dat door te beginnen bij ja, een soort analyse van je eigen wilsuitingen. uitingen. Ja.